Beginnen met beleggen, dat is best wel spannend, want je gaat toch aan de slag met geld waar je hard voor hebt gewerkt in de hoop dat het meer waard wordt in de toekomst, maar ook met de kans, hopelijk tijdelijk, dat het minder waard wordt. En daarom wil ik in deze video drie angsten van beginnende beleggers bespreken om die angsten weg te nemen of in ieder geval voor te zorgen dat je ze begrijpt en de risico's kunt verlagen. Dus laten we snel beginnen met deze video. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Een tijdje geleden vroeg ik mijn volgers via Instagram wat hun grootste angsten waren toen zij begonnen met beleggen. En de top 3 van die antwoorden die wil ik gaan bespreken in deze video. Laten we meteen beginnen met de meest genoemde, de grootste angst. En dat is de angst om geld te verliezen. En dat is natuurlijk heel erg logisch, want het gaat bij beleggen. Het is een vorm van investeren. Dus je wilt ervoor zorgen dat jouw geld meer waard wordt op de lange termijn in de toekomst. Maar er is natuurlijk, zoals gezegd, ook een kans dat het minder waard wordt. Dus die angst van geld te verliezen, die is eigenlijk heel begrijpelijk. Een angst die ik dan, of reacties die ik ook zag... was bijvoorbeeld om meer te verliezen dan de inleg. Als je in gewone aandelen investeert... dan is die kans niet aanwezig dat je meer verliest dan wat je inlegt. Een aandeel kan hoogstens naar nul gaan. En het is niet zo dat wanneer een bedrijf failliet gaat... De schuldeisers dan bij de aandeelhouders aankloppen om te zeggen, ik wil graag nog meer geld van jou. Dus als je in de gewone aandelen investeert, nee, in normale aandelen investeert, dan kan hoogstens een aandeel naar nul gaan. Maar je kunt dus maximaal alleen je inleg verliezen. Die kans dat een aandeel ook daadwerkelijk naar nul gaat, die is niet heel groot. Het komt maar heel af en toe voor. Het kan natuurlijk zo zijn dat bedrijven failliet gaan. Maar dan is ook een heel belangrijk woord binnen het beleggen, maar zeker voor beginnende beleggers, het woord spreiding. Want vaak... Misschien zul je wel juist gaan beginnen met beleggen omdat jij hoort over enorme rendementen. Uh, misschien de verhalen zoals mijn situatie. Mijn eerste aandeel Tesla is op een gegeven moment 17 keer zoveel waard geworden. Dat is wat je wel hoort. Wat je niet hoort of wat je misschien niet opvalt is dat dat niet mijn enige positie was. Ik had natuurlijk niet al mijn geld in dat ene aandeel zitten. Ik had ervoor gezorgd dat ik meerdere aandelen had. Dus dat ik ook spreiding had over mijn inleg, over mijn vermogen, want zoals gezegd een aandeel kan naar nul gaan, een bedrijf kan failliet gaan. Maar als je meerdere aandelen bezit, dan is ook direct je spreiding eigenlijk toegepast en kijk dan bijvoorbeeld zeker niet alleen naar de meest gehypte aandelen, de meest populaire aandelen op dit moment. Maar juist ook naar gevestigde namen zoals bijvoorbeeld Heineken in Nederland of Apple bijvoorbeeld in Amerika. Maar wat nog veel beter is voor beginnende beleggers is om te gaan kijken naar ETF's en dan specifiek naar ETF's die een index volgen en dus niet naar ETF's die sectoren volgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de AX of de SP 500 in Amerika. Een ETF die dus een index volgt, die kan niet naar nul gaan. De AX in Amsterdam. Dat zijn de 25 grootste aandelen, grootste bedrijven uh, van Nederland. De samenstelling van die AX, die kan wel veranderen. Maar de index zal eigenlijk altijd blijven verstaan. datzelfde geldt ook voor de SP 500 in Amerika. Of denk eventueel aan een ETF, een all-world ETF, zoals die van Vanguard. Dan beleg je in bijna 3800 bedrijven wereldwijd tegen hele lage kosten. En dus tegen optimale spreiding. En natuurlijk kunnen al die bedrijven in een index of in zo'n ETF ook failliet gaan. Maar ik denk dat wanneer dat zou gebeuren, dat je grotere problemen hebt dan alleen het geld wat je in die ETF geïnvesteerd hebt. Want dan gaat het wel heel slecht met de hele economie, met de hele wereld. En wil je beginnen met beleggen en ben je nog op zoek naar een goede broker? Kijk dan naar de Giro. Dat is ook de broker die ik gebruik. Heel interessant voor beginnende beleggers vanwege hun de Giro-kernselectie. Waardoor je heel veel ETF's die ik zojuist ook heb genoemd. Kosteloos kunt kopen iedere maand, maar waar je ook losse aandelen kunt kopen, zoals van Apple of Tesla, mocht je dat willen. Maak gebruik van mijn link onder de video, zo ontvang ik een kleine vergoeding zonder dat het jou iets extra's kost. En je kunt gebruik maken van de actie via mijn link die ze hebben voor nieuwe klanten. Gaan we door naar de tweede angst, en dat was de angst van te weinig kennis. En ik denk steeds vaker dat je twee soorten succesvolle beleggers hebt. Dat is aan de ene kant de beleggers die. Eén keer er goed naar kijken en vervolgens er zo min mogelijk mee bezig zijn. En aan de andere kant de beleggers die er juist dagelijks mee bezig zijn. En iedereen die daar een beetje tussenin valt. Dat is denk ik niet de plek waar je moet willen zitten. En zeker vaak ook niet de plek waar je het beste rendement haalt. En het klinkt misschien dan waarschijnlijk heel erg raar om te zeggen dat je succesvol kunt beleggen door er uiteindelijk heel weinig mee bezig te zijn. Maar dat heeft er alles mee te maken dat je aan het begin ervoor zorgt. Dat je de juiste kennis hebt, de juiste stappen neemt, de juiste producten kiest. En dat zorgt ervoor dat je op de lange termijn. daar juist heel weinig naar om hoeft te kijken. En dan komen we wederom uit bij ETFs. Ik heb het zojuist al over ETFs gehad. in de vorm van spreiding, dat je door een index te volgen, bijvoorbeeld. altijd al hele goede spreiding hebt. Maar een tweede belangrijke onderdeel is natuurlijk het rendement van een ETF. En dan gaan we bij een ETF vaak voor een gemiddeld rendement. Nou klinkt gemiddeld niet heel geweldig. Maar als je een gemiddeld rendement hebt op een lange periode kun je toch een behoorlijk rendement opbouwen. Want dat komt omdat behalve de factor rendement, de factor tijd ook heel belangrijk is wanneer je gaat beleggen. En bij een gemiddeld rendement van 8% per jaar, dat je kan verwachten op basis van historische rendementen, ziet dat er als volgt uit. Als je 10 jaar gaat investeren, 10 jaar gaat beleggen met 100 euro inleg per maand. Je hebt dan in die tijd 12.000 euro ingelegd. En dat is 18.000. 300 euro waard geworden als je een gemiddeld rendement hebt van 8% en je ziet dat in het tiende jaar dan vervolgens je bedrag toeneemt met 1300 euro vanwege die interest, oftewel vanwege het rendement dat je daarop maakt. En dat is dus eigenlijk al meer dan de inleg die je doet van 1200 euro per jaar. Houd je dat vervolgens nog eens 10 jaar langer vol, dan groeit dat bedrag van 18.300 euro naar bijna 59.000 euro. Oftewel, je legt dus eigenlijk 12.000 euro extra in, maar je totaalbedrag neemt met meer dan 40.000 euro toe. En dat allemaal dus met een gemiddeld rendement, maar wel met een langere looptijd. En zo zie je dus maar dat je niet alle kennis nodig hebt om te beginnen met beleggen, om toch een vermogen op te bouwen op de lange termijn. Je hebt vooral de basiskennis nodig. Je moet weten wat een aandeel is, hoe het werkt, waar je op moet letten en vervolgens de punten om eigenlijk... Een eigen plan te maken om een doel op te stellen wat je wilt bereiken met jouw beleggingen. En om jou daarbij te helpen heb ik de beleggers training ontwikkeld. Dat is een training, een online training met meer dan 50 video's. Waar je alles leert wat je als beginner zijnde moet weten. Om vol vertrouwen en met een plan aan de slag te gaan. En dus te kunnen beginnen met beleggen. Een link naar de training vind je ook weer daarom onder deze video. Samen met een kortingscode voor 10% korting op deze training. Gaan we dan naar de derde angst van deze video en dat is het juiste moment kiezen om te beginnen met beleggen. En ze zeggen ook heel vaak dat het beste moment om te beginnen met beleggen dat was gisteren en heb je dat moment gemist, dan is het beste moment vandaag. En dat zagen we eigenlijk ook wel straks bij die berekening hoe belangrijk de factor tijd is. En het klinkt misschien een beetje raar, maar ik denk misschien dat de, de factor tijd wel belangrijker is eigenlijk dan de inleg die je doet, zeker bij een gemiddeld rendement. Want zou je bijvoorbeeld 50 jaar lang 100 euro in de maand sparen, dan heb je in totaal 60.000 euro gespaard. Maar zou je 50 jaar lang 100 euro in de maand beleggen met een gemiddeld rendement van 8%, dan is je eindvermogen net geen 800.000 euro. En dat is dus zoals gezegd met een gemiddeld rendement. Maar nu denk je natuurlijk dat je dat rendement nog groter kunt maken door het juiste moment te kiezen. Want je hebt de beurs de afgelopen jaren gezien. Je zag de koers omlaag vallen in 2020, in het begin van dat jaar. Omhoog schieten in 2020, 2021. De piek bereiken in 2021. En dit jaar juist weer flink dalen. Maar eigenlijk niemand kan de markt timen. En vervolgens, als je uit zou zoomen, dan valt waarschijnlijk nog iets op. En dat is juist dat op de lange termijn er een stijgende lijn is. En dus de markttimer, dat lukt jou waarschijnlijk niet, dat lukt mij niet en dat lukt heel veel andere grote bekende beleggers ook niet. En is misschien ook niet nodig zoals gezegd als je uit gaat zoomen en kijkt naar de trend op de lange termijn. En als je die basiskennis hebt en je gaat beleggen voor de lange termijn, dan kijk je misschien juist wel uit naar deze dalingen. Want dat zorgt ervoor, je weet waarom je belegt, je weet welk doel je wilt bereiken. Dan is het eigenlijk zo dat je op bepaalde momenten in de markt misschien wel de aandelen die jij wilt of de ETF's die jij wilt... Eigenlijk kunt kopen voor een lager bedrag. Dus het is eigenlijk alleen maar positief. Vooral dus als je gaat kijken en uitgaat van een stijgende lijn op de lange termijn. Want die dalingen in de markt zorgen er gewoon voor dat de gemiddelde aankoopprijs voor jou gaat dalen. En dat is dus ideaal. Want voor hetzelfde geld, voor dezelfde inleg die je elke maand doet. Kun je in principe meer aandelen kopen? En dan komen we aan bij de conclusie van deze video. En dat is dat het heel logisch is dat je angsten hebt, dat er angsten zijn. Eigenlijk met alles wat je doet, dus zeker ook wanneer je gaat beginnen met beleggen. Maar dat juist specifiek dan bij je beleggen dat komt omdat je aan de ene kant de verkeerde verhalen hebt gehoord, maar zeker ook omdat je niet alle kennis hebt rondom het beleggen. Je hebt aan de andere kant ook niet alle kennis nodig om toch een vermogen op te bouwen. Hebben we denk ik wel gezien. In deze video. Maar laat ook weten als je nog andere angsten hebt. Wat die dan waren. Of misschien als je dezelfde angst hebt gehad, zoals in deze video. Maar inmiddels een tijdje bezig bent met beleggen. Dat je meer kennis hebt. Meer ervaring hebt. Hoe je nu naar deze angsten kijkt. En laat dat dus weten in de reacties onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien maar ben je nog niet geabonneerd? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen in de toekomst. Wil ik jou nogmaals bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.